Dead Oké, man. nou, de legendary loot bag. Hopelijk komt er iets leuks uit. Hallo kijkers van Gaz Games. Hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer bij Sky Factory. Ik ben hier vandaag niet alleen. Remco is weer eens een keer van de partij. Hallo Remco. En ja, Eva die zit naast mij. Die horen jullie niet heel erg goed. Maar die zwerft ook ergens rond op de wereld. In ieder geval mensen. Ik verwacht allemaal wel weer even een blauw duimpje omhoog. Want jullie hebben gisteren natuurlijk de aflevering gezien. Hoe de Nether eruit ziet. Heb jij toevallig stiekem de opnames gezien of niet? Hallo. Nou, hey. Doe eens even normaal. Nee, nee. Heb je... Nee, jij hebt het niet gezien. Nee, oké, dan wil ik even dat jij Game Mode 1 aanzet. Oh nee. Gewoon Game Mode 1. Ja, gewoon even Game Mode 1. Niks te uitstelen of iets in die trend. Ja? Oké, kom mee. Oh god, we gaan er net erin. Waarom? Waarom doen we dit aan? We gaan er net erin, Remco. En je gaat zo zien waarom. Welkom. Ja, vlieg alvast even omhoog een klein stukje met me mee. Waar is mijn mooie discobal? Nou, Remco, laten we beginnen onderaan. Dit is de oorzaak van Inception. Dit komt uit de grote cubes. De 3x3. Die laat gewoon een heel stuk instorten. Hier zit ook een hele sfeer is met... Is dat fuel of zo? Ja, ik heb werkelijk waar geen flauw idee wat staat alles in de hands? Is. Alles staat in de hands, alles is verbrand. Hier heb je nog een mooie nether quartz bol. Maar, basically. Laten we een verdieping omhoog gaan. Ja, er zit een gas vast, maar je snapt zo wel waarom. Laten we... Nou, dit is dus eigenlijk waar we ooit begonnen zijn. Ja. Toen kwamen we hier. Hey, een village. Hey, nog een cube. Hier zit die gas vast. Wacht, kan... Zo, nu niet meer. Oké. Okay. Dat is zo mooi. Nieuw villages of dat niet? Ja, dit zijn villages, maar alleen geen... Ze hebben geen villagers, om zo maar te zeggen. Maar waar ben je ondertussen? Village. Oh hier zo, kom. Oké, we gaan een verdieping naar boven, ja? Nog hier een. Hebben we een, ja, zo'n rond ding vol met water. Die spande ook nog even, die ging ons bijna verzuipen om zo maar te zeggen. En toen kwam er nog iets leuks en die veranderde het halve water naar obsidian. Oh, chill. Dus ja, we hebben in ieder geval zat obsidian hier. Als we obsidian nodig hebben, kunnen we hier minen. Laten we nog één verdieping naar boven gaan. Nog één over? Ja, want het houdt niet op. Niet vanzelf. Nee. Dan, om af te sluiten, kregen we nog een heel nieuwe village. Nice, ja, nice. En this happened. We zijn hier in een aflevering mee bezig geweest om dit allemaal zo te ruïneren. Maar ja, dit is dus de Nether op dit moment. En, heel leuk. Ja, het ziet er best wel leuk uit. En als we hier zo de volgende keer verder gaan, dan kunnen we gewoon... Nou, Remco, wil je even één proefje doen, zeg maar? Gewoon eventjes één keer... Proefje doen. Wat? Zijn er nou cadeautjes? Dat zijn cadeautjes inderdaad. Oh! Ik schrik me dood. Oké. Niks aan de hand. Oké. Zo, Remco, dan mag jij van mij, mag jij er eentje even openen. Dan zo. Had ik in game mode dan? Nee. Niet in game mode. Nee. In game mode 0. Game mode 0, daar gaan we. Oké. Nou, sla maar. Waarom doen we dit wel op glas staan? Dit is ook... Oh, geen maakt verstand. Niet uit, gewoon doen. Oké. Jij krijgt de oors. Hey. Nou ja, zeg. Van al die dingen die wij geopend hebben, hebben we niet één keer die oors gekregen. Want dit zijn nog die oude. En jij krijgt gelijk gewoon... Ja, ik breng gewoon geluk. Dat is van tot die used. Oké, nou, breng jij geluk, ja? Heb ik... Ja, ik heb er nog zat bij me. Hier, doe het dan nog maar een keer. Hier. Oké, bouw maar. Ja, ik bouw hem. Zo. Even kijken en... Hop. Oké, jij brengt geluk, wil je zeggen? Ja, hier, doe het gewoon, nog maar een keer. Ik heb gewoon zoveel vertrouwen. Dat je er bovenop gaat staan. Oh. Je brengt echt geluk of zo? Ja, wat zijn dit voor oors? Dit zijn lead oors. Nou ja, die hebben we niet echt nodig of zo. Maar het is weer niet iets wat fout kan gaan. Ja. Ja, het ligt er net aan waar je neerzet. Ja, nou ja. En wij hebben echt village naar fucking koepel en weet ik wat allemaal. Nou, laten we naar home gaan. en laten we even bezig gaan met wat de kijkers hebben achtergelaten. Want, Remco, ja, ik wist even niet zo goed meer wat ik precies moest doen. Ik heb geen home staan daar. Oh, wacht.
ja, er moet even in game mode, moet je dan even naar beneden vliegen, ergens een portal zoeken. En dan laat ik je zo meteen even wat nieuwe dingen zien, die er op dit moment op het eiland zijn. Want ik ga ondertussen even de reacties er ook bij pakken. Want ik had in een video gevraagd van, joh, willen jullie gewoon even alles achterlaten wat voor jullie denk je handig is voor de serie, wat wij nog kunnen bouwen. En toen kwamen er een heleboel reacties. Laat ik zeggen dat 50% van de reacties van Dutch Gamers NL is. Die dacht van, ik laat gewoon echt letterlijk elke ding wat in mijn hoofd opkomt, laat ik één reactie voor achter. Kappa. Ja. Maar die zegt, maak een Ultimate Furnace, maak een demonleger met automatische Blood Magic Spell Switch en Blood Magic Spells. Maak een acceleration wand. Oh ja, maak een hoop / alle blood magic signals. Maak een Botania Miracle Seed Farm. Jezus. Nou ja, in ieder geval, ik denk dat we dit rustig eens een keertje zullen moeten doornemen. Eerst wil ik jou eventjes dit laten zien. Want er zijn een paar dingen veranderd. Remco, kom eens naar boven. Ja, wacht even, ik ben even aan het dumpen. Oh, je bent aan het dumpen, oké. Nou ja, laten we beginnen. Ben jij nog bij de bouw van deze machine aanwezig geweest? Nee, hè? Jawel. Wel? Nou ja, in ieder geval. Kijk één keer in de chest. Dat is alles wat ik kan zeggen. Meer kan ik er gewoon niet van maken. Oké. De chest zit gewoon bijna helemaal vol. En dan heb ik alle lepers ertussen uitgehaald. Hè? Dus besef even dat gewoon de chest eigenlijk al vol had moeten zitten. Ja. Dus ja, nou ja, dat gaat snel. Dat is in ieder geval iets wat we genoeg van hebben. Ja. Nou, energie kan beter. Er zit nu bijna geen energie meer in. Er moeten nog solar panels geüpdate worden. Maar ja, dat maakt allemaal nu nog niet zo heel veel uit. We moeten ook een keertje de allerlaatste solar panel een keer maken natuurlijk en weet ik wat allemaal. Ja. Dus daar kunnen we wel mee bezig gaan misschien, met solar panels. En een jetpack, daar wil ik ook nog mee bezig. Okay. Maar, welkom bij de mob farm. Mob farm, oké. Je kan eventjes in game mode 3 gaan. Ga maar even in game mode 3. En vlieg dan eventjes door de muur heen. Dan zie je precies wat er eigenlijk gebeurt. Oh, wat? Ja, moet je wel... Ja, zo slim, hè. Oké, je ziet eigenlijk wat er gebeurt. Ja, beesten die spannen, die worden, basically gewoon hier naartoe geschoten, kijk. En gaan allemaal dood. Ja. En ja, daar komen dus lootbacken uit. Ja, je ziet dat sommige loot niet goed verwerkt wordt. Waarschijnlijk zitten de kisten vol. Ik zal eens even kijken, game mode 0. Holy shit. Er zitten zo ontiegelijk veel lootbags hierin. Oh. Wel jammer dat het eigenlijk niet stackt aan de ene kant. Eigenlijk wel. Maar ik denk dat ik gelijk maar eventjes bezig ga. Ik weet niet of je even wil helpen. Even game mode 1 weer. Of 0. En dan gewoon alle backpacks gelijk, of alle looting bags gelijk maar gaan omtoveren naar de hoogste tier. Om zo meteen, weet je, dan gaan we deze aflevering gewoon nog een opening doen. En Eva, wil jij niet kuchen in mijn video, kappa? Even kijken, hier zit nog wat van die looting bags in. En alle overige items die we niet gebruiken, zoals de Rotten Flash en... Hou eens op, Pat. Hoe doe je dat eigenlijk? Zijn er nog... Ja, je moet als je... Ja, gewoon 4. Elke keer 4 van dezelfde kleur. Maar die overige items kun je in die loot recyclen gooien, want die gebruiken we eigenlijk niet. Dus er zitten hier allemaal stacks bones in en stacks gunpowders, strings, al dat soort spul. Dat kan allemaal gewoon in deze, in deze apparaat. Deze apparaatje, ja, dat is wel nice, hè. Even kijken, wat hebben we hier nog meer? Nog een stackje ergens van gunpowder. Even kijken in de onderste kist, hier zit ook nog allemaal rotten flash in. En holy shit, ik kan hier nog meer looting bags uitmaken overigens. Even kijken. Alle losse items moeten er ook uit, zoals die bones en strings en dat soort dingen. Nether pearls niet, trouwens. Of ender pearls? Nether pearls, jemig. Ernstig. Nether dragon, hè? Ja, de Nether dragon. Hij kwam weer eventjes terug in de aflevering. Oké, hier zitten nog wat bags in. Had jij die erin gedaan? Nee. Oh, even kijken zo. Heb jij nog 2 witte bags? Ja, in de loot recycler kun je er nog een paar uithalen.
Ja, we hebben ook nog in de opslag hebben we ook nog van die bags. Dus misschien kunnen we de allereerste Legendary ooit gaan openen nu eindelijk. Want we hebben nog... Of hebben wij al een keer een Legendary gedaan? Volgens mij één keer, hè? Nee, dat was een Epic waar we die toast van uitkwam, zeg maar. En dat was ik ga even alle lootbags ophalen. Beneden lag meer, zei je? Ja, beneden in de kelder lag nog meer. Ja, dit kan eventjes zo blijven, dat vult zichzelf vanzelf toch wel weer. En dan ben ik benieuwd hoeveel we uit die lootbags kunnen krijgen. En dan volgende aflevering moeten we sowieso eventjes de reacties van... aflevering... Even kijken, dit is aflevering 64 gaan doornemen, want er staan... heel erg veel dingen in waar we ja, allemaal weer video's van kunnen maken van nieuwe items en zo die we nog niet hebben gedaan. Lootbags zitten trouwens hierachter in een kleine chest. Oh. Hier zo zitten ze. Eens even kijken. Zo, hier heb ik nog wat lootbags. Ik pak even mijn info zodat ik... Oh, die groene heb ik niet nodig nog. Dat is een bacon bag. Een dimlit parser. Dat zit ook een cadeautje in blijkbaar. Ik heb geen flauw idee wat het inhoudt. Even kijken. Zo. Die kreeg je uit een lootbag, oké. Okay. Uit de kippendinges. En er zit ook een bacon bag in. Die kreeg ik van het killen van een bepaalde mob. Oh ja, van de eigenaar van de game. Heb jij nog twee witte bags trouwens? Nee. Oh, jij hebt geen... Wat heb jij allemaal nog in je inf qua bags? Hier, dit heb ik. Even kijken hoor. Oh, nice. Oké. Okay. Oh. Dat is wel heel erg nice. Dus even kijken, want dan heb ik nu dus al een legendary bag. Even kijken. Zo, en die? Ja, Legendary Lootbag, hoppakee. En dan maak ik er nog even een paar epic bij. Oké, dit is wat we nu hebben. Even kijken, die nog. Wat zeg je? Een blauwe. Een blauwe? Wat voor blauwe? Oh, je bedoelt gewoon zo'n witte? Ja. Oké, ja, die zijn niet heel erg speciaal. Die laat ik ook gewoon lekker in de kist zitten, want... Ja, daarvoor kan u alleen maar weer betere bags craften. Ik heb, even kijken... 3 rare... 1 epic, 1 legendary, 1 bacon en 1 dimlit parcel. Wat dat ook mag zijn, ik heb geen flauw idee. Dus ik ga ze lekker openen. Ik begin bij de rare lootbags, daarna de bacon bag, daarna de epic bag en daarna de legendary bag. Dus eens even kijken, rare lootbag nummer 1. Oh, serieus, een fucking tool rack. Dat is wat we gaan krijgen. Ja, die is in die grote kist daar, denk ik. Oké. Okay. Ja, inderdaad. Begint alweer helemaal geweldig. Lootbag nummer 2, rare. 4 sneeuwblokken. Yes. Heb ik nog lootbags nodig? Hoezo? Oh ja, nee, maar dat is niet belangrijk. Dat zijn die witte bags nogmaals. Oké. Rare lootbag nummer 3. Oké. Dit is nog wel op zich. Ja, oké. En zo'n drawer update en de Void Crystal chestplate. Die kunnen we eventueel gebruiken als armor. Dan ga ik nu de bacon bag openen. Daar komt volgens mij gewoon, ja, daar zie je, daar komt gewoon rauw poortje op uit. Dat had ik al wel verwacht. Lekker man, even eentje van opeten. Dan gaan we over naar de epic loot bag. Oeh, hier komen 3 van die dimlit parcels uit. Oké, daar heb ik er dus nu 4 van. Dan heb ik... slimeballs. Oh, wat? Yeah. Bad luck en luck, hè? Is het een slimeball en je denkt ik eet hem gelijk al? Ja, nou, je krijgt er luck van en bad luck. Dus alles blijft gewoon hetzelfde, alleen de bad luck duurt iets minder lang als de luck. Dus nou, dan heb je weer meer geluk. Ja, maar wat houdt luck in dan? Ja, geluk, ik snap het, maar wat kan ik daarmee in Minecraft? Weet niet. Geen idee. In ieder geval hier, neem jij ook een slimeball, neem jij er ook een? Oh, jouw zit in het apparaat daar zo, de middelste kist. Maar dan kom ik op de Legendary Lootbag. Wat heb jij nou weer in je hand? Wat is dat? What? I'm Batman. Wat is dat voor bag? Is dat een lootbag? Oh. Ja, die zit nu ook in dit apparaat. What bad bag? Ja. Yeah. Hoe kom je daar nou weer aan? Die zat in die chest bij de mob drops. Oh, echt? Ja. Oh, nou, ik ga hem gewoon openen. Ik ken hem niet. Oh, really? Dat is een kistje. Let op. Krijg je. Nee. Hey. Pak hem. Oh, ja, je hebt hem. Nice. Oké, nou, de Legendary Lootbag. Hopelijk komt er iets leuks uit. Toast, klik. Toast.
Serieus. Ik heb honger, oké. Er komt een Chance Cube uit, een Diamond Horse Armor en een Storage Upgrade 5. Geen toast. Nee, geen toast. Maar ik heb nog wel die Dimlit Parcels, geen idee wat het is. Use it, right click, oké. Wat is dit? Dimlit Terrain What the fuck? Wat is dit? Heb je nog gewoon lampjes? Nee, ja, wacht. Kom even een stukje mee, anders drop ik het weer in dat apparaat. Ik heb allemaal hele rare apparaatdingen gekregen. Hier, deze en deze. Dat lijkt wel op een moederbord. Ik heb een moederbord gek. Maar ik heb nog zo'n ding. En dan krijg ik nog meer van die dingen van. Hier, die, en die, en die, en die, en die. En dan heb ik ook nog deze en deze en deze. Ja, ik mag het al ICT hebben gedaan, maar je verwacht dat ik hier een PC mee ga maken of... En deze en deze. Kan je er geen mini-systeem mee maken? Ja, ik weet totaal niet wat je ermee kan. Even kijken, Dimlet, je hebt heel veel kaartjes ervan. Alleen, hoe werkt dat dan? Quantum Query? Waarom zou je een query willen hier zo op een eiland? Query? Een query. Weet je wel, curry, query? Curry, poeder? Nou, laat maar. Ja, ik zei toch al dat ik honger had? Jongen. Maar ja, nee, daar kunnen we dus echt gewoon helemaal niks mee. Wat we wel iets mee kunnen. Is dit upgraden? Dan moeten uiteindelijk de solar panels upgraden. De smelting mag misschien wel even iets groter worden. En ja, voor de rest moeten we dus even in de reacties kijken van wat er allemaal achtergelaten is. Ik zie hier een Ultimate Furnace. Ik heb geen flauw idee wat het is. Ik ga het even opzoeken. Ultimate Furnace. Even kijken. Hoe is Ultimate Furnace? Efficiency 9001%. Wat? Daar heb je Wither Skeleton Skulls voor nodig. 4 stuks. Daar heb je een Nether Star voor nodig. Een Supreme Furnace. Een Supreme Block. What the heck is dit allemaal, joh? Staat het al? Ja, dat snap ik dat het er staat. Maar je hebt er een Master Infusion Crystal voor nodig. Daarvoor heb je weer allemaal Epic Bacon en Supreme Essence nodig. Supreme Essence heb je... Wow. Dit gaat best ver. Dit is niet zo 1, 2, 3 te krijgen, denk ik. Ja, Wither Skeleton Skulls wel. Maar die Supremium Essence, ik weet niet hoe je dat maakt. Even kijken, Intermedium Product... Oh! En Infusion Crystal is letterlijk dit. Oké, dat is op zich nog wel te doen. Dus ja, alleen ik weet niet of we daar daadwerkelijk alle ingrediënten voor hebben. Even kijken, je begint dus met zo'n Infusion Crystal. Alleen, hoe krijg je zo'n rode Infusion? Oh ja, dat moet dan weer met Epic Bacon. Nou ja, jij mag weer aan je Epic Bacon gaan werken even uiteindelijk. Waarom? En we moeten twee... Nee, dat zeg ik verkeerd. Volgens mij moeten we iets van 3 of 4 Nether Stars hebben. Oh, easy. Ja, dan moet je dus telkens een Wither voor killen. Ja, daar heb je Chance Cubes voor, maar ik weet niet of... Ja, je krijgt er volgens mij wel een Nether Star uit. Maar goed, in ieder geval mensen, ik hoop dat jullie deze aflevering weer leuk vonden. We hebben in ieder geval wat lootbags geopend. We gaan even kijken naar wat we allemaal nog kunnen doen. Want er is heel veel achtergelaten nogmaals. En ja, daar gaan we maar gewoon werk van maken natuurlijk. In ieder geval mensen, nogmaals bedankt voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren. Abonneer natuurlijk ook even op de linkjes in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer bij de volgende aflevering. Later.